Ja, Suzanne ken ik al een paar jaar. En Suzanne heeft zich enorm ingezet, een beroepsopleiding gevolgd in een vak wat ze ontzettend leuk vond, waar ze heel veel energie van krijgt. En dat deed ze om uit haar toch wel vrij hopeloze situatie als bijstandsmoeder te komen. Suzanne, 2 jaar geleden heb je een opleiding gedaan tot visagiste en een opleiding tot nagelstyliste. Hoe gaat het daar nu mee? Werk je al? Nee. En waarom niet? Omdat het, ja, het heeft niet echt veel zin. Want je bent nu bijstandsmoeder. Maar voor hoeveel uur in de week werken bijvoorbeeld zou het geld opleveren? Niks. Dat levert niet op. Je blijft hetzelfde houden wat je dan in de uitkering hebt. En je gaat eigenlijk nog meer betalen. Want je huursubsidie, alles vervalt. Stel, je zou nu bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 2 of 3 dagen in de week gaan werken. Hou je hetzelfde over als je een bijstandsuitkering hebt. Want als je 2, 3 dagen werkt, is dat niet genoeg natuurlijk om je huur en alles te betalen. De sociale dienst die betaalt dan zeg maar de rest bij. Dus je verdient er niks mee. En als je een fulltime baan zou krijgen? Ja. Maar dan komt er weer dat je daar na schoolse opvang moet betalen. Dus alles wat je dus extra bij verdient, dat gaat dan weer op. Dus je doet het eigenlijk voor niks. Maar heb je onlangs nog gewerkt? Nee. Ik heb wel in Spar gewerkt. Dat is alweer een paar jaar terug. En dat was 3, 4 dagjes. En toen kreeg ik ook een heel erg enorme aanslag van de belasting. Dus dat was wel verschrikkelijk. Gelukkig dat ik dan wel een bewindsvoerder heb die dan geld voor mij opzij legt. Want anders had ik dat niet kunnen betalen. Nee, dus dat leverde dan per saldo ook niks op? Het levert helemaal niks op. En wat zijn je inkomsten nu? Alleenstaande moeder, bijstand is 1100 euro. En dan heb je huurtoeslag? Ja, heb ik ook. Dan krijg ik 190 euro huurtoeslag. Kinderbijslag? Kinderbijslag is 190 per 3 maanden. Ja. Dat is ook echt letterlijk dan voor het kind. Dat gebruik ik niet. Kindgebonden budget? Ja. Weet je hoeveel dat is? Dat is 173 euro. En zou jij kunnen uitrekenen wanneer het begint te lonen voor jou om te werken? Nee, dat is onmogelijk. Dit doet me zo'n pijn dat mensen, dat vrouwen die willen werken, dat ze gewoon vanwege het keurslijf waar we ze in wringen, dat we ze in die situatie duwen en ze daar ook laten zitten en geen enkele kans geven om eruit te komen. Dit gaat in heel Nederland om zo'n verschrikkelijk grote groep. Ik vind een kabinet, een regering, waarom zien we dat sociale aspect niet? Het toeslagen- en belastingssysteem in Nederland is veel te ingewikkeld. 84% van de ondervraagden is het ermee eens. 16% is het oneens.